Goedendag, kijk naar de hier van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto is het wat moeilijk zichtbaar, maar er zijn nog steeds behoorlijk wat wolkenvelden boven Nederland. En ze leveren ook enkele buien op. Die buien vallen vooral in het noorden, midden, oosten en hier en daar ook in het zuiden van het land. Vanuit het westen wordt het droger. In Noord-Holland gaat geen regen meer vallen. En ook in Zuid-Holland wordt het snel droog. Vanmiddag nog een enkel lokaal buitje in het zuiden of oosten, maar in Zuid-Holland, Noord-Holland en Friesland volop zonneschijn. Temperaturen 13 graden in het noordwesten, 16 in het zuidoosten en de wind neemt af. Vanavond is het dan op de meeste plaatsen droog, gaat de wind er verder afnemen en schijnt nog enige tijd de zon. En ook komende nacht is het rustig en droog weer en ook morgen overdag verwacht ik eigenlijk amper een bui. Zeer lokaal is een buitje mogelijk en verder vooral een mix van wolken en zon. De wind is rustig en de temperatuur gaat omhoog. Morgen wordt het 17 tot 20 graden, een lekkere lentedag wat mij betreft. Zaterdag kan ik dat niet zeggen, dan gaat het weer harder waaien en er kan bovendien een enkele bui vallen. Met name in het noorden en oosten van het land is de kans groot. In het zuidwesten is de kans op een bui het kleinst. Zondag en maandag worden weer droge dagen waarbij de temperatuur omhoog gaat. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl.